Het kunstwerk van Rosso beeldt een eenmalige korte ontmoeting uit. Het moment waarop Rosso in een kerk een vrouw de trap af zag komen. Ik kwam de trap af, volmaakt onwetend dat hij me zag. Misschien dat ik iets voelde, achteraf, voor ik verdween, mijn eigen leven in, vergeten op die beweging na. A fragment of a second lasted in the artist's mind for about 28 years. In 1895 is the date of the first version of this vision. And this sculpture is the last ultimate attempt to recreate this vision. And we are in 1923, so 28 years later, yes. Hij trok de sluier van ons moment en gaf het door. Ik niet. De rest is tijd en schaduw, licht en ruimte, gips en was. Hij zag haar dus een beetje van onder zo. En we denken dat het heel mooi is als zij ongeveer op 1,80 meter hoogte aan de muur komt te hangen. Waardoor je haar ook kunt zien op de manier waarop hij haar destijds in haar schoonheid, maar ook in zijn impressie, in zijn geheugen heeft opgeslagen. We weten dat Rosso naast Rodin en het eind van de 19e eeuw ongeveer de belangrijkste beeldhouwer was van de wereld. En op de een of andere manier is hij wel altijd in Nederland getoond, maar is nooit door een collectie besloten om hem te kopen. En toen deed zich plotseling die kans voor in onze tentoonstelling en dachten wij van, nu moeten we in actie komen. En tot ons grote geluk is dat ook rondgekomen en hebben we het geld gekregen.